soortelijke weerstand. Ik heb een zwarte koperdraad van ongeveer 80 centimeter en hier een wat dunner groen-zilver kabeltje. Welke draad heeft nou de grootste weerstand en hoe kan ik dat uitrekenen? Nou, we vergelijken stroom eerst even met water. Stel je voor, dit is een dikke waterslang, want dit is een dunne. Dan gaat het natuurlijk makkelijker door die dikke slang. Nu heb ik een dunne en een dikke slang, maar ook een kortere en een langere slang. Als die langer is, dan duurt het langer, is er natuurlijk meer tegenwerking ook. En dan gaat het moeilijker door doorheen. Wat hebben we nog meer? Ja, één is van zilver, één is van koper. Waar gaat het dan makkelijker doorheen? Dat is iets lastiger te bepalen. Dan heb je een tabel nodig met de waarde van de soortelijke weerstand. En dan zie ik bij koper 0,017 staan en bij zilver 0,016 ohm vierkante millimeter per meter. Dus een kleinere waarde, zullen we dadelijk zien, betekent dat die beter glijdt. Nou, de weerstand van een draad die hangt natuurlijk af van de temperatuur. Als het warmer wordt, dan wordt die weerstand groter. Dus meestal geven ze straks de waarde van de soortelijke weerstand bij 20 graden Celsius. Nou, die weerstand die hangt dus af van de lengte, hadden we net gezien. De doorsnede, dat is zeg maar het oppervlak van de draad. Als je hem doorsnijdt en je kijkt daar zo in. En het materiaal, dus de soortelijke weerstand. Hoe reken je de soortelijke weerstand uit? Nou, de R, de weerstand, is de soortelijke weerstand keer L gedeeld door A. Dus we kijken eerst nog even naar deze formule. Die R is de weerstand in ohm. En we hadden al gezien, als de lengte groter wordt, wordt de weerstand ook groter. Dat klopt. Als de doorsnede nou kleiner wordt, gaat die dan moeilijker doorheen. Als je deelt door een kleiner getal, wordt je weerstand ook groter. En die rho is de soortelijke weerstand in ohm vierkante millimeter per meter. En de A is de doorsnede in vierkante millimeter. In de tabel zag je net de soortelijke weerstand van zilver en koper. Nu is die van koper het meest voorkomend uiteraard, omdat veel leidingen van koper zijn. 0,017 ohm vierkante millimeter per meter. Dat is een lastige eenheid. Wat betekent dat? Heb je 1 meter koper met een doorsnede van 1 vierkante millimeter, dan is de weerstand 0,017 ohm. Zilver heeft een iets kleinere waarde en glijdt dus wat beter, maar is ook een stuk duurder. Een rekenvoorbeeld. Bereken de weerstand van een koperdraad van 80 cm met een diameter van 4 mm. Succes! Nou, de soortelijke weerstand van koper zoek je op. De lengte is 80 cm, daar maak je een meter van, want hier staat ook een meter. En de diameter is 4 mm. Nou, wat is er gevraagd? De weerstand, dus de R. De formule van de weerstand is rho keer L gedeeld door A. Maar de A moeten we nog even uitrekenen. Aan die A, de doorsnede, dat is niet de diameter, dat is het oppervlak. Dat is uitrekenen met 1 vierde pi d kwadraat of pi r kwadraat. Nou, pi keer de straal, de helft van de diameter, dus keer 2 in het kwadraat, is 12,6 vierkante millimeter. Nou, omdat hier ook vierkante millimeter staat als eenheid, mag je hem zo invullen in je formule. R is rho, die zoek je op, de rho van koper. Keer de lengte in meter, omdat hier ook meter staat, gedeeld door de doorsnede in vierkante millimeter, omdat hier ook vierkante millimeter staat. En dan krijg je een weerstand van 0,0011 ohm uit.